Welkom bij de Champions League, beste voetballiefhebbers, bij de 14e en op één na laatste aflevering van dit seizoen. Woensdagavond kennen we de twee finalisten van deze Champions League campagne. En dus gaan we zoals altijd een beetje voorbeschouwen op die terugwedstrijden. Dat doen we met aan de ene kant een vaste waarde in de studio's van Pix, dat is Wim de Koning. Welkom Wim. Dag Nico, dankjewel. En aan de andere kant iemand die we heel goed kennen. Welkom Brahma Kersenbilk. We kennen jou al heel lang als woordvoerder van KVO Stende. Maar vandaag zit hij hier als Milan supporter. Klopt. Dag Nico. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Hoe is het bij KVO Stende ondertussen, na de degradatie? Ja, die degradatie is wel binnengekomen natuurlijk. Hè. Maar ik hoop dat we in 1B kunnen starten met een nieuw positief verhaal. En dan kan het ook weer heel mooi worden. Maar er moet wel snel duidelijkheid komen op alle vlak, want over een viertal weken starten de trainingen alweer. Dus laten we hopen dat er snel vooruitgang is in een al dan niet overname dossier. Of als het niet overgenomen wordt, dat we toch kunnen starten opnieuw met een positief verhaal. Dus op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over? Is er nog geen nieuwe coach? Nee, klopt. Dus het is eigenlijk echt een afwachtingsfase op dit moment. Maar ik hoop dat het toch snel in een stroomversnelling kan raken. Heb je dan toch een beetje een vakantiegevoel op dit moment? Of is het toch nog altijd verwerken van die degradatie, van die grote teleurstelling? Goh, ik heb een beetje vakantiegevoel, want ik ben, zoals u wel weet, naar de wedstrijd van Milan gaan kijken en er ook een paar dagen Italië aan vastgehangen. Dus het is een beetje vakantiegevoel, maar toch ook vooral wel onzekerheid. En dat is nooit leuk natuurlijk. Hoe wordt een Oostendenaar Milan supporter? Ja, dat is een beetje iets wat vreemde combinatie misschien inderdaad. Maar ik ging eigenlijk vroeger altijd met mijn ouders op reis naar Italië. We zaten altijd op een camping. En ja, dat was zo in de periode. Ik was 7, 8, 9 jaar. Ik ben toen zelf beginnen voetballen bij de jeugd van Oostende. En dan krijg je je eerste voetbalshirt op reis. Dat was een truitje van Milan. Toen in de tijd van Basten, Gullit, Rijkaard. Toen ben ik het zo een klein beetje beginnen volgen al, maar ik was nog te jong om echt gefocust te volgen. En de echte stap is geweest toen Milan de Champions League finale won in 1994 tegen Barcelona met 4-0. En toen ben ik eigenlijk echt Milan fan geworden. Ik weet nog, ik moest aan de rust moest ik gaan slapen van mijn ouders. Hoe oud was je dan? Ik was toen 11 jaar. Ah, okay. Ja. Ik moest gaan slapen van mijn ouders tijdens de rust. Ik mocht de tweede helft niet meer kijken, want het was schoolzanderdaags. Maar 2 minuten was de tweede helft bezig en mijn vader riep me naar beneden. Ik moest dat doelpunt zien. Het was een ongelooflijke goal van Dejan Savicevic. En dat is toen meteen ook een van mijn eerste jeugdidolen geworden, samen met een Paolo Maldini natuurlijk. Maar zo is dat een beetje gekomen eigenlijk. Ja. Aan de ene kant is het een heel mooi seizoen geweest, vorig jaar. Na lang nog eens die titel gepakt en dan vandaag halve finale Champions League gehaald. Kan je daar dan toch van genieten als het inderdaad zo lang geleden is dat ze die hoogdagen hebben beleefd? Ja, die hoogdagen waren inderdaad al een tijdje gepasseerd. Hè. Het was echt aanmodderen jaren aan een stuk, 7e plaats, 6e, 5e plaats, 8e plaats. En dan om vorig seizoen de titel te pakken was eigenlijk onverhoopt, alhoewel ze het jaar voordien ook wel 2e's eindigden. Maar toch, het is niet meer het grote Milan wat het ooit geweest is, nog altijd niet. Dus ik denk dat ze wel een beetje zich overspeeld hebben vorig seizoen, om het zo te zeggen. Dat die titel zeer onverhoopt was, wel verdiend uiteindelijk. Dus het was leuk om nog eens die hoogdagen te mogen beleven. Weliswaar met mindere spelers dan vroeger, maar na 11 jaar nog eens een titelviering. En een halve finale Champions League dit jaar, wat ook niemand verwacht had uiteindelijk. Hè. Dus ja, het is toch leuk om Milan terug te zien, een beetje terug te zien waar het wordt. Goed, voor de volledigheid nog even overlopen waar het deze week allemaal om draait. Op dinsdag is er dus die terugwedstrijd van de Milanese derby. Inter verdedigt een 0-2 voorsprong. Zij zijn de thuisploeg dinsdag. En woensdag lijkt alles nog mogelijk tussen Manchester City en Real Madrid na de 1-1 in de heenwedstrijd. Ja, Bram, jij was vorige week in San Siro. Laten we misschien eens even teruggaan naar die geweldige sfeer die ons toch allemaal heeft overrompeld vorige week woensdag. Een geweldige tyfo's aan beide kanten. Prachtige gezangen. Je bent regelmatig al in San Siro geweest. Was het anders dan anders?
Ik heb ook al één keer de derby gezien in de competitie. Anderhalf jaar geleden, ergens in november 21 was dat. En ik moet wel zeggen dat het nu wel anders was. Je merkte aan alles dat de tifosi al zo lang snakte naar die oude Champions League dagen. San Siro in de Champions League, het heeft toch hoe dan ook iets magisch. En je merkte dat de mensen daar veel te lang verstokt van geweest zijn, van die avonden. En dan nog een derby, ja, dat is denk ik van 2003 geleden, denk ik, als ik me niet vergis. In de halve finale wel, ja. Ja, en 2005 dan de kwartfinale, inderdaad. Dus dat is ook al een hele tijd geleden, dus je merkte toch aan alles dat er een heel speciale sfeer hangt. Ook het Champions League anthem die dan speelt. Het is toch specialer dan in een competitiewedstrijd. Meegezongen? Met de Champions League anthem? Nee, met de liedjes. De liederen van de club. Ik kan een beetje Italiaans praten, maar om alles vlekkeloos mee te zingen, dat is nogal moeilijk. Ja, want wij volgen de Champions League al jaren. Milan-Inter, grote dagen ook meegemaakt. Ja, voor ons was het van hieruit ongelooflijk. Zeker als we zagen dat bijvoorbeeld Peter van den Bemt, Gert Verheij, die dan een uur voor de wedstrijd iets opnamen, ja, die moesten al roepen om er bovenuit te geraken. Dus dat het stadion nog niet eens vol. Ja, het is heel speciaal, hè, die derby. En als dat nog is voor een plek in de finale van de Champions League, na zo lang, ja, dan weet je hoeveel er op het spel staat. Hè. Het was wel een beetje een ontgoocheling, denk ik, voor de Milan-supporters, voor de Milanista. Vooral omdat het zo heel snel eigenlijk al beslist was en dat je het gevoel kreeg van, ja, Milan kan hier vandaag niks tegen doen. Ook al willen ze wel of proberen ze wel, maar het zal niet lukken. En dat gevoel had je heel snel, maar blijkbaar niet, Bram, in het stadion. Ja, natuurlijk. Het was wel even slikken, hè. 0-2 na 10 minuten en het is zo'n vijftal minuutjes iets wat stiller geweest. Maar daarna startte die curva toch weer te zingen. Desondanks, het kon eigenlijk ook zwaarder geweest zijn in de eerste helft. Het kon gerust 0-3, 0-4 geweest zijn. Maar toch bleven ze die jongens aanmoedigen. En je merkte ook wel ergens van, oké, we willen naar die finale en het is een derby. Maar eigenlijk moeten we wel ook weer ergens dankbaar zijn dat we Milan weer in een halve finale zien, dat ze vorig jaar de Scudetto gepakt hebben. Dus dat overheerste toch ook een beetje. Maar het was wel een ontgoocheling natuurlijk voor iedereen dat er na 10 minuten al 0-2 stond. Kleine impressie van de twee intergoals van vorige week woensdag met commentaar van Peter. Çalhanoğlu met de corner. Oh, Dzeko, geweldig! Hoe neemt hij deze bal over? Dit is een 18 karaats volley van Edin Dzeko. Ja, daarom kiest hij misschien wel voor Dzeko. Jezus Christus, wat een afwerking. Formidabel. Barella geeft hem mee met Di Marco. En Calabria moet weer rennen. Goeie bal achteruit gelegd. Lautaro laat hem lopen. Mkhitaryan 0-2. Mkhitaryan 0-2. Inter hier met een dodelijke uppercut. Ja, na 10 minuten was het eigenlijk al beslist. Wat liep er allemaal fout bij Milan, Bram, vorige week? In de eerste helft heel veel, denk ik. Eigenlijk, ik denk dat ze overklast werden op elk vlak. Aanvoerder Calabria werd volledig overlopen op zijn flank. Terwijl hij tegen Kvaratskhelia zo sterk was, twee keer absoluut. In bij Napoli. Bij die 0-4. Ja, bij die 0-4, maar ook in de kwartfinale was hij ongelooflijk goed. En hij werd inderdaad helemaal weggelopen. Maar heel die defensie stond leek op mij ook slapper. Benen, ja. Maar tegen Napoli heeft amper kansen afgedwongen. Ik heb die twee matchen live gedaan. Dat deden ze tot in de perfectie. En als er dan nog moest ingegrepen worden, was Maignan er ook nog, hè, om een penalty te pakken. Ja. Maar daar bleef niks van over. Hè, inderdaad, Kjær stond ook op zeer wankelijke benen te verdedigen. Het is ongelooflijk. Het middenveld werd ook overlopen. Het was eigenlijk op elk vlak slecht. Het was natuurlijk tegen twee spitsensysteem. Dat is anders dan tegen Napoli, waar ze echt wel duidelijk, Kvaratskhelia, Calabria, andere kant was het dan Politano of Lozano tegen Theo. Dus het was echt veel duidelijker. Nu hadden ze toch wel wat moeite met die posities. En daar hoor je dan ook wel kritiek op trainer Pioli terugkomen, dat hij zich niet kan aanpassen, of dat hij nooit verandert aan zijn systeem. Hè. Altijd die viermansverdediging, twee spelers ervoor. Dat heeft hij wel gedaan, een tijdje met drie achterin gespeeld. Een paar keer gedaan, om Mendes wat meer ruimte te geven, maar daar zit maar ook in van de Champions League niet, hè? Nee.
Maar ja, wat ze, ik denk, hadden ze eerst buitenhuis kunnen spelen. Dat is raar gezegd natuurlijk in zo'n derby. Dat het beter was, dan hadden ze tenminste het gevoel gehad, oké, het is goed als we vanuit die verdedigende stelling komen. Nu ja, hadden ze echt wel de opdracht van misschien moeten we hier wel het verschil maken. En als je dan zo rap op een uppercut loopt, ja, dan, want aanvallend hebben ze niks gedaan, hè, Bram? Echt nee, niks. Nee. Onana heeft geen bal moeten pakken. En natuurlijk, ja, het scheelt, ik zou zelf zeggen, meer dan een slok op een borrel zonder Leao. Ja. Dus echt wel, ja, de man die de actie kan maken. Ik vond Salemakers eerst zelf niet zo slecht. Maar hij heeft die versnelling niet van Leao. Nee, om het verschil maar te dat maken. Heeft niemand natuurlijk. Nee, en hij pakte tenminste nog initiatief. Ja. Het was iemand die aan de bal toch nog, ja, zoals we hem kennen, durfde. Terwijl al de rest, ja, kwam niet aan de bal, hè. Werd gewoon opgegeten. Ja, echt wel opgegeten. Hè. En dat was toch wel raar. Oké, ze hadden ook al een keer 0-3 verloren tegen Inter. Was niet voor de in de Supercup. Ja, in de Supercup. Dus dat zal misschien ook wel in de hoofden gespeeld hebben. Maar ik had niet gedacht dat het verschil zo groot zou zijn. Ja. Ja, Milan heeft één van de vier duels tegen Inter gewonnen dit seizoen. Dat was in september. En dat was met 2 goals en 1 assist van Rafael Leao, die dan ontbrak in de heenwedstrijd door blessure. Die proberen ze klaar te stomen. Die hebben ze echt wel nodig. Willen ze nog iets doen? Ja, absoluut. Hè. Ik denk, deze ploeg staat of valt met Leao. Dat is erg om te zeggen. Dat is erg om te zeggen. Het zou eigenlijk niet mogen voor een club als Milan, maar het is wel zo. Want eigenlijk, ook in de diepe spitspositie, is eigenlijk enkel Giroud voorhanden. Vorig seizoen had je nog Ibrahimovic, die zeker in de heenronde toch nog mee het verschil maakte. Die is nu al heel het seizoen geblesseerd. Dus er is zelfs geen vervanger. Rebic heeft dit weekend gespeeld. Rebic heeft nu gespeeld. Maar ook veel van links. Ja. Rebic heeft ook zijn beste periode achter de rug, denk ik. Is ook niet echt een nummer 9 positie. Dus ja, het is inderdaad Leao die heel vaak de boel moet beslissen. En vorig jaar lukte dat ook wel meestal, als hij er dan niet bij is. Ja, in de kwartfinale deed hij het ook uiteindelijk. Ja, maar Napoli speelde echt wel in de kaart. Hè. Spalletti die heeft zijn spel gespeeld tegen Milan. Dat was heel offensief, met veel mensen voor de bal. Heel veel ruimte latend in de rug van de defensie, waar Leao optimaal van profiteerde en waar je eigenlijk donder kon op zeggen dat Leao dat zou doen. Inter zal wat dat betreft meer op zijn Italiaans spelen. Ja. Ze gaan hem geen ruimte geven en zeker Inter gaat, ondanks dat ze thuis spelen, afwachtend voetballen morgen. Hè. Ja. Er is een groot verschil in vorm ook van de jongste weken. Oké, Inter was dramatisch op een gegeven moment, 1 op 15 in de Serie A, maar sindsdien wel 5 overwinningen op een rij. Ja, bij Milan, als je kijkt, het is heel lang geleden dat ze nog eens 2 keer naar elkaar hebben gewonnen in de competitie. En ze hebben de laatste 15 wedstrijden, alle competities samen, 4 keer kunnen winnen. Geloof jij dat het nog kan, met andere woorden? Goh. Misschien eerst een cliché zeggen. Het kan altijd in het voetbal natuurlijk. Als je met 0-4 kan winnen bij Napoli. En kom je na 5 minuten natuurlijk 0-1 voor. Is er misschien paniek bij Inter? Ik ben wel realistisch. Het wordt zeer moeilijk. Vooral omdat je aangeeft, Inter is wel de ploeg in vorm. Ik denk de laatste 5 wedstrijden gewonnen in de Serie A ook. En Milan nu afgelopen weekend ook weer verloren tegen Spezia. Gelijk gespeeld tegen Cremonese. Dus de goede vibe zit er niet in en het is heel moeilijk om dat dan in 1 wedstrijd om te keren. Maar als er een momentum is, ja, waarom niet? Ik denk in de tweede helft vorige week dat het momentum er wel even was om 1-2 te scoren. Bal op de paal, kans voor Messias. Dus ja, de kansjes proberen te grijpen. Maar het wordt heel, heel moeilijk. Hè. Dat, zo realistisch ben ik wel. Heb jij ook het gevoel dat de bank van Milan minder sterk is dan die van Inter? Als er wordt geroteerd, zoals ook afgelopen weekend in de competitie, dan verliest Milan punten. Ja, bij Inter een heel andere ploeg. Oké, Lukaku aan de aftrap. En die willen dan wel gewoon met 4-2. Ja, het is kiezen voor Inzaghi, hè, om zijn beste ploeg op te stellen, maar hij heeft heel veel mogelijkheden. Hè. De omkeer is er vooral gekomen als hij de 3 achterin is beginnen wisselen. Het was Darmian heeft hij gepakt. Ook De Vrij was niet in vorm. Skriniar was dan geblesseerd. Maar met Darmian daar te nemen, Acerbi centraal te zetten, is eigenlijk de ommekeer ingezet. Op Benfica, toen niemand het verwachtte, speelden ze een heel goede wedstrijd en dat hebben ze alleen maar doorgetrokken. Hè. CD10. Dus ze hebben een geweldige bank. Hè. Zoals Bram zegt, of zoals jij zei, Nico. Als zij moeten wisselen,
ja, om een aantal spelers te laten rusten voor nu dinsdag. Ja, dan zie je het er niet aan. Integendeel, hè. De manier waarop Lukaku de laatste weken opeens weer helemaal ontploft, is toch geweldig voor hem, hè. En ook voor Inter. Hè. Ja, en Pioli heeft wel vaak geroteerd in die competitiewedstrijden. En ik denk dat er zeer zelden gewonnen geweest is, ja, met de nieuwe jongens erin. Dus het verschil tussen de bank en de basiself is heel groot. Ja, je gaf ook aan vorige week, vorig weekend, ik heb het vooral over vorige week, de heenwedstrijd, sorry. 5 wissels bij Milan en weer geen de ketelaren. Dat zegt ook... Ja, dat begint toch stilaan een zeer moeilijk verhaal te worden. Ik geloof wel nog altijd dat de ketelaren daar kan slagen, want ook Leao en Tonali bijvoorbeeld speelden in hun eerste seizoen bij Milan zeker niet de pannen van het dak. Dus het kan wel nog voor de ketelaren, maar dit seizoen natuurlijk is het een tot op heden een mislukte transfer, want ze hebben er het meeste geld voor betaald. Dus hij moest eigenlijk de man worden die meer creativiteit bracht. En ja, als je dan in zo'n wedstrijd niet mag invallen, is het wel zeer pijnlijk voor hem. Ja. Ja, dat mannen als Pobega dan voorkeur krijgen. Goed, ander type natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo, als je er veel geld voor betaald hebt, dan krijg je soms wel wat meer krediet. Oké, er wordt meer naar jezelf, naar jou gekeken ook. Hè. Maar heeft uiteindelijk toch nog relatief veel kansen gehad om zich te bewijzen. En ze hebben altijd wel ook het vertrouwen in hem uitgesproken. Alleen, ja, gaat het niet. Hè. Hij zou moeten van nul weer herbeginnen. Maar of dat in dezelfde ploeg kan, en dat lijkt mij heel erg moeilijk. Hè? Ja. Even over die spitsen bij Inter nog. Gert Vrij was verrast voor de wedstrijd dat Edin Dzeko de voorkeur kreeg op Lukaku. Goed, heeft laten zien waarom. En dan niet alleen met zijn goal. Hij is ook de spits die bijna altijd aan de aftrap komt in de Champions League. Ja. Lautaro en Dzeko krijgen de voorkeur. Verwacht je dat ook morgen? Ik las ook al wel dat ze in Italië ervan uitgaan dat Dzeko rust heeft gekregen en dat hij gewoon weer aan de aftrap komt samen met Lautaro. Lautaro laat altijd nog wel invallen in die wedstrijden waar hij op de bank mag starten. Maar Dzeko, ja, die krijgt rust. En het is Lambert du choix zeker, hè, nu. Maar als je weet dat je met Lukaku op de bank ook iemand hebt die zo geweldig kan invallen, zoals hij bijvoorbeeld tegen Tottenham deed, ja, dan heb je een extra wapen. Dat wapen heeft Milan zeker niet. Hè. Ja. Lukaku zit aan 5 goals in de laatste 4 wedstrijden. En 3 assists ook nog. Ja. Veel besproken 30e verjaardag afgelopen weekend, waar hij dan 2 keer scoort. Eindelijk een Champions League finale voor hem. Ja, daar ga ik vanuit. Maar ja, zoals Bram zegt, in voetbal is alles mogelijk. Zijn leven is een groot cliché, maar het kan wel natuurlijk. Hè. Alleen gaan ze wel met heel veel vertrouwen ook weer aan de aftrap komen. Ik wil nog even terugkomen op Spezia, waar ze allemaal daar toch bij de supporters geroepen zijn, daar naartoe gegaan zijn. En waar Pioli op de tweede rij stond. Dat vond ik wel een beetje raar, dat hij daar niet voor... Eerder op de eerste rij verwachten als trainer, inderdaad. Ja. Hij stond er zo'n beetje achter zijn spelers. Of dat allemaal helpt, weet ik niet, maar ja. Ze zijn ook, de supporters zijn ook zanderdags naar Milanello geweest, naar het trainingscomplex, om de boel nog eens wakker te schudden. Laten we hopen dat het kan helpen. De vraag is natuurlijk ook of dat helpt, of dat invloed heeft op die spelers. Hè? Want die gaan er echt wel niet graag staan. Hè? Nee, dat kan ik me inbeelden. Ja. Alhoewel het wel... Het was niet louter negatief wel. Nee? Want ze zijn dan wel weer beginnen zingen en klappen. Dus ik denk wel dat het ergens is van... Oké, jongens, we staan weer in een halve finale. We zijn kampioen gespeeld. Dus het respect van de fans naar de spelers toe is er wel. Ja. Maar een beetje wakker schudden, ja. Als het maar een percentje kan helpen. Ja, waarom niet? Hè? Verwacht jij dat Lukaku gaat starten in de Champions League dit seizoen? Nog geen enkele basisplaats. Nee, ik verwacht het ook weer niet. In de competitie wel 9 keer gestart in de laatste 10. Maar vooral door het feit dat hij daar ook niet gaat blijven. Oké, je moet natuurlijk de baan van de dag gaan pakken. Hè. Als je naar de finale kan van de Champions League en je weet zeker dat dat met Lukaku beter is dan met Dzeko, pak je natuurlijk Lukaku. Maar het verleden heeft uitgewezen dat het niet nodig is om met Romelu te starten. Maar als hij invalt, dan zal hij
toch wel weer beslissend zijn. Hè. Zo is het de laatste weken. En, ja, we zijn allemaal vergeten hoeveel die er ooit gemaakt heeft. Hè. Een jaar voor Inter, wat was het? 34 of zo. En het is, ja, het heeft te lang geduurd, ook door blessures natuurlijk, dat hij weer op niveau was. Ja, weer op niveau. En ja, ze gaan hem waarschijnlijk niet houden. Hè. Dat zit er dik in. Op ja. zich, denk ik... Inter zal Milan laten komen, dus dan denk ik dat je misschien wel meer bent met een Lukaku op tegenaanval dan met een Dzeko. Maar ik verwacht ook niet dat hij start, want anders ging hij nu in het weekend niet gestart zijn waarschijnlijk. Ja. Hij scoort wel twee keer. Geweldige goal. Zal zeker invallen. Oh, ja, twee geweldige goals. Ik vond die tweede ook echt wel heel goed, hè, van links. En daar nog binnen trappen. Hè. Maar ja, dat toont toch wel dat hij in een grote vorm is. En misschien dat Inzaghi er wel even over nadenkt om toch met hem te beginnen. Maar uiteindelijk gaat hij toch voor Dzeko kiezen. Ja, is Inter's favoriet in de derby ook de ploeg die het meest kan gaan uitrichten in die finale tegen Real Madrid of City? Goh, ik denk alleen al... Omwille van de vorm waarin ze verkeren ten opzichte van Milan wel. Maar ik schat ze toch, als Milan in vorm is, schat ik ze wel 50-50 in. Maar inderdaad, Inter heeft meer keuzes om in te brengen dan Milan. Dat is hun voordeel. Maar eerlijk gezegd, denk ik dat beide ploegen weinig kans maken tegen Real Madrid of Manchester City. Maar ook weer in één wedstrijd. Het kan, hè. Dus jullie gaan er ook vanuit. Jij zeker denk ik dat... In die andere wedstrijd, wie daar doorgaat, City of Real, dat de winnaar van de Champions League? Ja, ik durf het niet te zeggen. We hebben al zoveel verrassingen gehad in de Champions League. Dat in zo, zoals Bram zegt, in zo één wedstrijd kan er veel. We hebben toch ook City nu zien afzien, hè, tegen Real Madrid. Alles bij elkaar. Ik had gedacht dat City dominanter zou zijn. Het Real heel erg moeilijk zou maken, maar het leek mij, als ik na 90 minuten uiteindelijk de conclusie moest trekken, leek het mij omgekeerd. Hè. City is heel blij met dat doelpuntje van Kevin De Bruyne. En ja, ik weet nog niet of ze zomaar zich gaan kwalificeren tegen Real. Hè. Goed, even terug naar vorige week, naar die heenwedstrijd in Bernabeu en de twee goals tussen Real en City. Gevoetbald Camavinga Modric. Achterna gezeten door Bernardo Silva. Vinicius, dit is een schietkans. Vinicius! Oh la la! Oh la la! Vinicius! Voor 1-0! Bernabeu davert op zijn grondvesten. Wat een doelpunt! Rodri goed vooruit verdedigd. Beetje nerveuze fase in de wedstrijd met Grealish. Gundogan. De Bruyne. De Bruyne met een streep zoals hij dat alleen maar kan. De Bruyne klopt Courtois met een geweldig doelpunt. Ja, en Kevin De Bruyne, ongewoon emotioneel, met de handen voor het aangezicht. We zijn er nog niet achter wat daarachter zou kunnen zitten. Nee. Nee, maar zeer opvallend. Hè. Iedereen had het erover. Ik zag dan ook, we hebben de goal lang samen met Wesley Song geanalyseerd. Of Wesley vooral geanalyseerd, de manier waarop de Bruyne daar trapt. Ik zag de dag nadien, maar het was mij een beetje ontgaan ook. Eigenlijk op dezelfde manier zoals hij tegen Brazilië scoorde op het WK. Ja, net hetzelfde, de manier waarop hij die bal pakt, dat hij springt, dat hij dat been doorzwaait. Dat die bal op een halve meter hoogte blijft. Niet langs de grond, maar ook niet omhoog. Ja, en daar kan zelfs Courtois niet bij. Hè. Er was ook wat discussie bij ons in de studio over het feit of Ederson al dan niet die bal moest gepakt hebben van Vinicius. Terwijl het een geweldige knal was. Maar het was aan de rust, dus ze stonden daarvoor. Maar de consensus was, ja, Courtois zou hem gepakt hebben. Hè. Terwijl ook Courtois hier eigenlijk kansloos was op de trap van De Bruyne. En moest Ederson hem daar dan binnengekregen hebben, zou ze misschien ook gezegd, en Courtois zou hem gepakt hebben. Soms zijn ballen onhoudbaar. En als je het van achter de goal ziet, of van voor de goal, ja, dan lijkt het altijd wel of er nog wel meer te doen is voor een keeper. Maar hij had gewoon geen tijd, Ederson, om af te zetten. En ook Courtois was kansloos, hè, als hij zo getrapt is. Het is precies getrapt, maar ook de vaart, hè. Ja, die bal meekrijgt als doelman. Ja. En ook nog wat mensen ervoor. En dan ga je even
als keeper proberen dat schot te zien vertrekken. En als je dan de pech hebt van hem even kwijt te zijn uit het zicht, ja, dan is hij onhoudbaar. Als je kijkt naar het beeld van die wedstrijd van vorige week, wat zegt dat over eventueel die terugwedstrijd? Dan denk ik bijvoorbeeld aan die eerste helft waar Real wat meer afwacht, maar dan scoort. En de tweede helft waarin Real eigenlijk probeert door te duwen, kansen krijgt op een tweede en uiteindelijk toch die gelijkmaker slikt. Ja, vooral omdat ze het gevoel hadden na die 1-0 voorsprong van oh, ze zijn kwetsbaar, City. Er is hier meer mogelijk. We kunnen hier vandaag al de kwalificatie afdwingen. En Guardiola zei het ook, we hebben meer verdedigd dan we eigenlijk van plan waren. En dat is het probleem. Hè? Ook in die andere keren dat ze in de Champions League uitgeschakeld werden, City. Als ze verplicht worden om dicht bij een goal te verdedigen, zijn ze dan niet gewend. Ze doen dat een heel jaar bijna niet. Dat ze daar paniekerig overkomen. Dat ze met 7-8 mensen in eigen 16 toch niet de juiste beslissing nemen. En dat viel mij ook nu weer op de tweede helft. Hè. Ze verdedigen heel graag hoog en hoog recupereren. Maar als ze echt achteruit gedrukt worden, en Real kan dat. Real kan dat ook in City als het nodig is. Ja, dat was ook vorig jaar in de halve finales. Op het einde zijn ze daardoor helemaal ten onder gegaan. Ja, het kan altijd, hè, zo'n scenario. Ja. City geplaatst, ik breng even een herinnering, tot in de 90ste minuut. Twee goals voorsprong en dan in 5 minuten tijd drie goals. De kopbal van Rodrigo. Ja, ook. Ja, ik geef toch licht het voordeel aan Real Madrid. Oké. Omwille van dat Champions League DNA ook. Real kan altijd iets meer op die momenten. En City speelt toch in eigen huis opnieuw met de druk. Hè, want de Sheikh zal toch ooit wel eens de Champions League willen winnen, denk ik dan. Dus het wordt 50-50, maar ik schat Real toch nog iets hoger in. Ook omdat die uitdoelpunten tellen ook al niet meer dubbel zoals vroeger het geval was. Dus eigenlijk met 0-0 gaan we gewoon richting verlengingen. Dus het wordt een dubbeltje op zijn kant, maar ik geef Real Madrid iets meer kans. Ja, en Ancelotti, het is een vaderfiguur en tactisch is het allemaal niet zo erg. Hij wordt een korthouder, hè? Zijn 191ste wedstrijd als coach in de Champions League. Hij is Alex Ferguson voorbij, met 8 verschillende clubs ook. Onvoorstelbaar. En Ancelotti weet hoe je een Champions League moet winnen. Ja, hij heeft hem al 4 keer gewonnen als coach. En simpel, hè, want we hebben het Kurt horen zeggen na de wedstrijd. Ja, we weten, Haaland, we moesten we de diepte... We hebben die quote klaarstaan. Die mag quote, je even onderbreken? Wel, we laten het Thibaut Courtois zelf uitleggen. I think their strength with Haaland is the space they can find in the back of a defense, and I think that's what we tried today to avoid, that they couldn't find those passes in the deep depth for him, and that it's harder, that he has to come to get a ball, and there he's less dangerous than when he runs in the space. And I think we defended well this, and we'll have to do the same next week. But remember last year that they started really fierce and hard the first half, and we were losing 2-0 really fast, so we'll have to avoid that, and I hope we can win and go to the final again. Dus de ruimte in de rug heel beperkt houden, zodat Haaland daar niet in kan duiken. En dat heeft eigenlijk wel goed gewerkt. Iedereen weet dat. Alleen, dat zal de insteek geweest zijn van Ancelotti. Ze hebben dat wel perfect uitgevoerd, hè, met een Rüdiger die speelde voor Militao. Ja, Militao die terug is. Ja, maar geen idee of hij toch Rüdiger niet laat staan, want die deed het samen met Alaba geweldig, hè, tegen Haaland. Ze hebben Haaland niet gevonden. Heb je er wel de Bruyne natuurlijk, die vanuit die tweede lijn dan kan trappen. Ja, goed, ze hebben wapens genoeg. Hè. Maar bij momenten speelde Rüdiger als een ouderwetse mandekker. Ja, tuurlijk. Ja. Echt zoals, ik weet, vroeger in provinciaal voetbal zeiden ze, je loopt de spits achterna tot in het toilet. Ja. Het was bij momenten. Ja, maar ook en hij kruipt onder de huid, hè, Rüdiger, van een tegenstander. Maar ook Kroos is heel veel in de buurt van Kevin De Bruyne geweest. Hè. En Vinicius, Rodrigo en Benzema waren ook niet te beroerd om rond hun 16 te komen verdedigen. En wat Real heeft, Leao kan dat voor Milan. Maar ze hebben er een aantal bij Real dat die kunnen over 60, 70 meter die counter lopen en daar gevaarlijk uit zijn. Camavinga, we zagen het tot die goal. Ja. Rodrigo kan dat. Vinicius, je moet het niet zeggen. Valverde. Dus ze hebben wel de wapens om op het moment dat ze
dicht bij eigen goal moeten verdedigen om toch gevaarlijk te zijn. Zo scoorden ze natuurlijk ook die eerste goal. Maar ze hebben ook de wapens om tegen een inzakkend City, moesten die voorkomen, om daar ook weer gevaarlijk tegen te zijn. En na de heenwedstrijd, ja, had ik toch ook het gevoel, zoals Bram nu zegt, van ja, Real, dat DNA, zoals jij zo mooi uitdrukt, dat DNA van Real, ja, dat zou wel eens het verschil kunnen maken. En zeker als ze er ook weer in slagen om de diepte voor Haaland. Eén keer is hij door Kevin aangespeeld, dat hij dan binnenkant voet trapte, recht op Courtois. Maar voor de rest was hij zo goed als onzichtbaar. Hè? Voor Real is de titel definitief buiten bereik. Hè? Barcelona kampioen geworden. Ja, City is er dichterbij dan ooit door de nederlaag van Arsenal. Zelf was het een gezondheidswandeling bij Everton. Waar Haaland dan toch ook weer 78, 79 minuten speelt. Maar ze hebben zondagmiddag moeten spelen. Wegens het Euro Songfestival op zaterdag in Liverpool. Een politie die niet op twee plaatsen tegelijk kon zijn. Speelt dat een rol of is dat echt een detail? Goh, een dag minder voorbereiding of rust? Dat kan natuurlijk, spelers die met lichte blessures kampen, daar kan het natuurlijk wel een rol spelen. Maar ik denk toch vooral, die topspelers zijn daar zodanig gewoon aan. Zeker in de Premier League, waar er constant midweekwedstrijden ook zijn. Het mag geen excuus zijn, denk ik. Bernardo Silva, Grealish, Kevin De Bruyne mochten rusten. Achterin ook. De Bruyne ook 90 minuten op de bank. Ja, twee anderen hebben ook zijn ingevallen. Gespeeld, ja, een beetje ritme opdoen. Ja. Zeker nog. Dus, maar het zou bij Real hebben er meer gerust. Hè. En die hebben een dag vroeger kunnen spelen. Zou kunnen het verschil maken. Vooral omdat het zou gerust kunnen dat we ook naar 120 minuten en penalties gaan. Hè. Dat is iets wat er toch wel in zit. Ja. En dan weten we al wie er wint. Hè. Want Courtois aan de ene kant in de goal als penaltypakker. Ja, daar wil je als je de penalty moet nemen niet voor gaan staan. Hè? Ja, één opvallende statistiek die ik tegenkwam. Real Madrid is er nog maar twee keer in geslaagd om door te stoten naar een volgende ronde in de Champions League. Als ze de heenwedstrijd thuis in Bernabeu niet wonnen. Ja, het dat is twee keer een opvallende statistiek. Het is twee keer in Manchester gebeurd, twee keer tegen United. Ja. Maar dus al die ontsnappingen van de voorbije seizoenen. Ja, en toch nooit volgens dat scenario. Dat vind ik opvallend wel. Het is zeer opvallend. Natuurlijk, statistieken zijn er om te sneuvelen. Uiteraard, dus ja. Ik zou er niet te veel belang aan hechten. Ja. Dus, er wordt nog wel veel belang gehecht aan statistiek tegenwoordig in het voetbal, maar het moet niet altijd zo zijn. Dat weten ze in Oostende. Absoluut. Ja, voilà. Ja. Wat wordt de finale dan, Bram? Ja, ik hoop natuurlijk op Milan. Hè. Spreekt het hart of spreekt het verstand? Mijn hart zegt dan Milan-Real Madrid. Mijn verstand zegt eerder Inter-Real Madrid. Het zou wel leuk zijn voor Milan, los ervan om de finale te halen, maar ook omdat het in Istanbul gespeeld wordt. En daar heeft Milan nooit een... Minder goede herinneringen. Nee, 3-0 voor tegen Liverpool, ja, 3-3. Klopt. Ook in de Italiaanse pers wordt er al vaak naar verwezen nu, Istanbul. Zeker tegen Ancelotti zou dan... De toenmalige trainer van Milan zou dan een fantastisch scenario zijn. Maar ik denk toch dat het Inter zal worden. Jij moet wel Man City zeggen. Ik moet Man City zeggen. Omdat ik voor het seizoen ze naar voren... Je hebt er geld op ingezet. Ik heb er geld op ingezet. Ja. En ik weet... ik heb ook een boontje voor Kevin De Bruyne. Ik acht Courtois heel erg hoog. Maar die heeft al eens de Champions League gewonnen. Die wil dat natuurlijk nog eens. Hè. Okay. Maar ik zou het Kevin dan toch wel gunnen. Vooral omdat hij de vorige keer in die finale... en dat hij nu, wanneer is het, woensdag, Rüdiger na de wedstrijd de hand mag gaan schudden en zeggen van kijk, nu mag ik finale spelen zonder dat jij meedoet. Ja, dus dat zou ik graag hebben. En dan lijkt het mij ook logisch dat het City tegen Inter wordt, jammer genoeg. Maar voor mij mag het evengoed een grote verrassing worden. Hè. En mag Milan doorgaan. Hè. Mm. Dat zou nog eens typisch Champions League zijn natuurlijk. Goed. Waar kijk jij naar die terugwedstrijd dan, dinsdag? Ik denk dat ik die gewoon thuis op het gemak in de zetel zal bekijken. Met shirt of... Nee. Ik ga nu niet met een shirt in de zetel zitten. Ik had wel een shirt aan van Paolo Maldini trouwens, een oud shirt nog in het stadion. Ja. Maar je moet wel het shirt aandoen en een foto nemen op het moment dat ze door zijn. Hè? Dan wel. Als ze door zijn, dan zet ik binnen de 5 minuten met een shirt aan een foto op mijn social media. Okay. En kan het nog goed komen met Milan? Want op dit moment hebben ze ook geen Champions League ticket voor volgend seizoen. Nee, dat is misschien nog eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Hè?
Mochten ze nu al zeker zijn van een Champions League ticket. Oké, dan kun je dat ergens plaatsen en eruit gaan in de halve finale. Maar nu, ja, hij laat verschillende spelers, Pioli laat verschillende spelers rusten tegen Spezia. Ja, met het oog tegen Cremonese. En dan winnen ze dus nooit. Hè? Ja, ja. En hoeveel punten ze al verspeeld hebben tegen die kleine clubs, het is onvoorstelbaar. Natuurlijk, het is afwachten of Juventus nog punten mindering... Dat is een van de tegenstanders nog ja, inderdaad, belangrijk. Inderdaad. Dat, ja, inderdaad. Maar het wordt, ze zullen zich zwaar moeten reppen. 4 punten achter op Lazio. Ja. Met slechts 3 wedstrijden te gaan. Dus dat zou eigenlijk financieel, maar ook sportief een ramp zijn. Mochten ze na de titel nu niet in die top 4 eindigen. Oké, goed. Ik wens je het beste. Ik wens Milan het beste. Bedankt om naar hier te komen. Dank. Jij zit in de studio, denk ik, dinsdag bij de derby? Ik ben dinsdag bij de derby in de studio, ja. En dan kijk je woensdag ook thuis? En woensdag kijk ik thuis. Oké, goed. We volgen het. Hoe dan ook, bedankt allebei om langs te komen om even vooruit te blikken. U bedankt voor het kijken en of luisteren. En graag tot binnenkort. Dag.